idee achter backup was eigenlijk dat mensen die niet veel over computers weten of net begonnen zijn aan de computer voor de eerste keer dat ze erop zijn, of misschien zelfs mensen die niet veel backups maken, eigenlijk gaan overtuigen van dat backup eigenlijk een heel goed idee is om te maken. Dit heb ik eigenlijk gedaan om op de website uit te leggen wat er kan gebeuren als je geen backup doet. En ook om verschillende ideeën in het echte leven te combineren met eigenlijk in wat voor een backup. Zoals bijvoorbeeld een autoband, bijvoorbeeld dat daar een reserveband voor heb. Ook heb ik dan op de website geprobeerd om mensen ideeën te geven welke backup ze kunnen gebruiken, zoals een cloud of een externe backup, en wat daar de voordelen en nadelen van zijn. Het design van de website heb ik eigenlijk zo simpel mogelijk moeten geprobeerd te maken, omdat het, als het nou heel geavanceerd was, dan zou alles wat ik, wat mijn doel was, eigenlijk gewoon nutteloos, zou dat nutteloos zijn, omdat eigenlijk voor mensen die nog nooit iets over computers of gewoon bijna nooit een backup maken, hebben we dan eigenlijk nooit een, dan moeten die niet zo hard zoeken of is het niet zo heel complex. Al het uitleg staat erop en wat ze moeten weten en ook over de backup en de soorten backups staat allemaal met zelfs tutorials erop, allemaal ook uitgelegd. De design ook van het lettertype was eigenlijk vrij simpel. Gewoon iets over computers. Daar heb ik Monospace voor gebruikt. Dit was gelijk al een goede design voor de website. In het begin wist ik eerst niet welke lettertype ik zou moeten doen. Ik zat eerst te denken aan Time Roman of eerst gewoon de normale lettertype. Maar toen werd al snel duidelijk dat ik een aparte lettertype moest maken. Dat heb ik ook gedaan. Heb ik Monospace gebruikt, zoals ik al eerder zei. En nou ziet het veel beter uit dan zonder de Monospace. De video's zijn eigenlijk gemaakt door mijn familie. Werd er eigenlijk vooral geacteerd. Ik had meer filmpjes gemaakt dan wat ik heb laten zien. Met de reden omdat ik eigenlijk meer ideeën daar had. Maar uiteindelijk waren dat geen goede ideeën en heb ik de filmpjes gewoon weggelaten. Daardoor is mijn reclamefilmpje tot nu toe wel het beste film dat ik heb gemaakt. Waar mijn pa zit te acteren over de backup. En hoe hij dan dat dan misging. Mijn eerste idee was ook gelijk om de computer eigenlijk uit het raam te gooien. Maar ik was bang om mijn computer zo hard te beschadigen. Ook weer niet omdat het een vrij oude computer was. Dus heb ik eigenlijk met allemaal kussens en zo'n een deken heb ik allemaal op elkaar gelegd en probeer zo dik mogelijk te maken en dan het niet in beeld te brengen. En gooit hij eigenlijk die computer gewoon op de deken met allemaal kussens erop. En dat vond ik eigenlijk echt wel het geniale stukje van mijn reclamefilmpje. Het filmen vond ik ook heel erg leuk, omdat altijd van die grappige dingen gebeuren. En dat is gewoon heel leuk, vooral als je met je familie samen gewoon zit te filmen. De stem van de reclamefilmpje wordt ingesproken door mijn moeder. Zij kwam eigenlijk op het idee om heel woedend te klinken en over te schelden en allemaal. Ik zei van ja, je moet het gewoon allemaal rustig vertellen, allemaal gewoon rustig vertellen van ja, kent u de situatie? En toen zei ze van ja, ik heb nog een veel beter idee. En begon ze gewoon te praten en dan begon ze gewoon te schelden in het filmpje. En ik denk ja, dat moet hem horen, dat moet hem gewoon horen. Het logo heb ik een hele lange weg mee afgelegd. Ik had zeker wel weken over het logo moeten nadenken. En eigenlijk gewoon een dag van tevoren besloten, ja, dat logo ga ik gebruiken. Ik wil wel sowieso iets doen met een pijl. Het eerste logo was dus eigenlijk met een pijl met backup erin. Dat vond ik al een geweldige logo om mee te beginnen. Maar ik denk, ik zal nog andere logo's maken. Misschien vond ik wel eentje beter. En begon ik iets met pijl, want ik moest en zou iets met pijl hebben. En kwam ik uiteindelijk op een logo neer die nauw was. En ik vond het gelijk al goed. Mijn leker vond het geen goede logo. Maar ik vond het een geweldige logo. Ik heb aan iedereen gevraagd welke logo ze beter vonden. En ze vonden nog steeds wel mijn logo beter dan het andere logo dat mijn leker voorstelde. Die ik ook zelf heb gemaakt. Het was geen slecht logo die mijn leker als advies gaf. Maar
Ik weet niet, ik vond het gewoon niet mooi en het vond het ook niet op de website passen, want het was veel te smal en het moet iets breder zijn. En daarom heb ik eigenlijk gekozen voor dit logo. Ik vond eigenlijk het beter passen op de website dan het dunne logo. En ik wist al gelijk wat ik wou gaan, als productiehuis wou ik al, weet ik al gelijk wat ik ging pakken. Een logo dat een beetje met een beetje glitchte. En ik vond dat zo raar als het zo dun was, want dan heb je zo weinig om te glitchen. En voor de tutorials heb ik een audio gebruikt via mijn headset. Dat klonk in het begin niet goed. Ik vond dat, ik dacht, ja oké, het klinkt niet goed, maar ik weet niet eigenlijk hoe ik het moet aanpassen. Tijdens die legers moet je toch gaan aanpassen, dus ik heb het gaan aanpassen. En heb ik Audition gebruikt om de bas proberen te verlagen. Dit is mij uiteindelijk wel gelukt en ik wou dan ook, ja, ik zal dan gewoon mijn geluid vervangen door gewoon de audio vervangen in de nieuwe audio. Zo makkelijk gedaan, opnieuw renderen. Maar toen kwam krachten dat ik vanwege ruimtegebrek heb ik dan al mijn footage weggedaan. Omdat ik denk, ja, die heb ik toch niet meer nodig. Ik was klaar. Dat was eigenlijk wel het domste fout die ik had gemaakt van heel mijn gip. Gewoon mijn footage weg hebben gegooid. Uiteindelijk is het nog wel goed gekomen, want ik kon het origineel filmpje nog wel terugvinden. Heb ik gewoon die geluiden gemute en heb ik een audio gewoon vervangen. En dat ging eigenlijk vrij goed. Het was in een uur of zo had ik alle drie filmpjes had ik klaar. En was allemaal de audio aangepast en nog geüpload op YouTube. En ja, dat vond ik, dat was wel het domste dat ik echt heb gedaan. Van heel mijn grip. Voor de tutorial heb ik ook de stem van mijn eigen gebruikt. Ik wou eerst die van mijn zus gebruiken, want die vond ik veel helderder. Maar uiteindelijk is ja, doe die jouw stem toch maar. En dan kijken we of het duidelijk gaat worden of niet. Uiteindelijk was het heel duidelijk geworden en dan heb ik gewoon mijn eigen stem gebruikt. En dit was ook heel erg gedoe. Die tutorials waren volgens mij wel het meeste werk ingezeten. En het moeilijkste dat ik heb gedaan van heel mijn gip. De reden waarom ik eigenlijk backup heb gebruikt was eigenlijk omdat ik had mijn computer had ik. En dat was mijn harde schijfkabel, mijn SATA kabel, was beschadigd. En daardoor kon ik niet meer naar mijn harde schijf verbinden van mijn Mac. En daar zitten al mijn bestanden op. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Vond ik wel eigenlijk, ja, gewoon, dat is kloten. En eigenlijk kwam ik zo op het idee van backup. Ik had nog drie andere ideeën. Ik had nog een idee dat ik eigenlijk veel beter won. En ik dacht, ja, dat ga ik doen. Maar uiteindelijk is het toch gewoon backup gebleven. De leerkracht had ook gezegd, ja, backup vind ik wel een beetje interessanter. Het is wel heel origineel. Kun je ook veel over vertellen. En ik denk, maar ja, daar zijn niet veel mensen over die over backup praten. Dat klopt. En toen mijn SATA-kabel beschadigd was, had ik had mijn leerkracht kunnen helpen van, ja, heb je geen backup gemaakt? Ik zeg, ja, maar die is een jaar oud. En mijn backup was toen echt gewoon een jaar oud van het vorige jaar. Dus tot in december was dat volgens mij. Was gewoon al mijn bestanden gewoon weg. Maar gelukkig kon ik een nieuwe SATA-kabel kopen. En heeft die leerkracht van mij kunnen vervangen. Heeft uiteindelijk nog een backup gemaakt van al mijn bestanden. Een backup gemaakt, op de server zelfs nog gezet. Nou heb ik momenteel drie backups, nogal een oude backup, want ik heb geen volledige backup van mijn computer. En voor mijn GIP is bijna 70% gebackupt. Heb ik op OneDrive heb ik dat staan, vooral mijn website staat helemaal op OneDrive. Dus als er dan iets misgaat of als er nou een foutje zit, dan kan ik het altijd nog terughalen op OneDrive. En dan heb ik nog een deel op mijn stick staan en ja, op mijn home desk computer staan, want het zou wel stom zijn als mijn gip over backup ging en dat ik geen backup heb gemaakt. Maar dat heb ik nou wel gedaan. En ik weet nou ook hoe het voelt om, om al je bestanden te verliezen. Maar gelukkig heb ik niet alles verliezen omdat ik de SATA-kabel heb kunnen vervangen. En gelukkig heb ik dan al mijn bestanden weer terug kunnen vinden. En daar was ik wel heel erg blij mee. Thank you.